In 2015 reisde zij naar het strijdgebied van de Islamitische Staat in Syrië. En dat deed ze toen samen met haar twee kinderen en met haar man. Maar met behulp van haar vader vluchtte ze een jaar geleden weer terug naar Nederland. En toen ze hier was, toen werd ze eigenlijk direct opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. En ze mocht haar proces toen in vrijheid afwachten. Maar vandaag staat ze dus toch voor de rechter. En Sylvain Schoonhoven, die verslaggever is bij de Telegraaf, die verwachtte dat de strafmaat niet zo hoog zal zijn. De verdenking tegen Laura H. was aanvankelijk heel zwaar. Justitie had het gevoel dat zij naar Nederland was teruggestuurd vanuit het kalifaat met een opdracht om hier een aanslag te plegen. Nou, van die verdenking is eigenlijk weinig overgebleven. En wat resteert is eigenlijk het feit dat zij in Syrië is geweest, in het kalifaat. Maar hoogstwaarschijnlijk heeft ze daar niet deelgenomen aan de gewapende strijd. Ze heeft waarschijnlijk vooral binnengezeten met haar kinderen. En mijn gevoel is dus dat er van een hoge straf dus weinig over zal blijven. Ze heeft dus tot al een jaar in voorarrest gezeten. Dus het zou zomaar kunnen dat ze hierna op vrije voeten blijft.